Mitchell van der Graag, van harte gefeliciteerd met deze overwinning die zeer welkom was. Hè? Ja, in een heleboel opzichten. De eerste overwinning van 2017 en ook de fase waarin we nu zitten. Je hebt het nog in eigen hand, maar je moet wedstrijden winnen. Daar hebben we het al heel lang over gehad. Je moet jezelf belonen, hebben we ook al heel vaak gezegd. En dan kijk ik ook met een schuin oog naar de resultaten. En dan zie je ADO winnen en dan denk je, ja, dan wordt het dubbel om te winnen. En dan is het prettig dat je ploeg op deze manier een overwinning boekt tegen een goede ploeg als Heerenveen. En in ieder geval het goede van de vorige wedstrijd, zeker de tweede helft tegen AZ, door kan zetten. Maar ook vandaag iets heeft laten zien wat we een aantal wedstrijden dit seizoen hebben gehad. Dus duelkracht, de absolute wil hebben om te winnen. En nogmaals, het zijn allemaal clichés, we kennen ze allemaal. Maar dat lieten ze gelijk vanaf de eerste seconde zien. En dan speel je tot het randje, af en toe eroverheen. Nou, je gaat kijken tot waar die scheidsrechter toelaat. En dat koppelen aan scorend vermogen. Nou, dan hebben we ons vandaag absoluut beloond. En compliment aan de ploeg om hem in deze fase, op dit moment, dit te laten zien. Ja, met Jeroen, die wilskracht, hè, jullie kwamen echt op een positieve manier met het mes tussen de tanden dat veld op. Nee, dat is absoluut. En dan moet je altijd afwachten hoe lang je dat volhoudt. Maar als ik alleen al kijk naar bijvoorbeeld de drie aanvallers die we hadden afgesproken om de hoog druk te zetten. Nou, dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze bijna 90 minuten lang volgehouden. Als je naar de middenvelders kijkt, die iedere keer 16 meter moesten lopen. Als je de verdedigers ziet, tackles, Jurgen met zijn tulband samen met Jordi alle ballen wegkoppen. Warner die attent is bij voorzetten, die ze 16 meter helemaal onder controle heeft. Ja, dan is dat goed om te zien. Je zit nooit rustig op de bank, ook niet bij de 3-1. Maar dan zie je in ieder geval wel een team. Alles kan gebeuren vandaag, maar de drie punten blijven vandaag in Rotterdam. Zaten jullie in de rust ook even om je heen te kijken? Een 2-0 voorsprong, wat een wilde. Nee, het was misschien een opluchting, omdat we dat kunnen koppelen aan wilskracht en ook het scorend vermogen. En dat je dat nu wel jezelf wel beloont. Maar je zag er ook echt iets van, jongens, wat er ook gaat gebeuren vandaag, dit geven we niet meer uit handen. En dan start je gelijk prima na rust. Ja, dan speel je heel geconcentreerd, focus erop. We hadden wat ruimte wat meer kunnen benutten, maar in ieder geval qua druk zetten, qua bezig zijn met elkaar, dat was prima. En Heerenveen ging van kwaad tot erg alleen maar lange ballen spelen. Daar gingen ze ook met de lange mensen die erin kwamen alleen maar op gokken. Veerman bijvoorbeeld? Ja, Veerman. Van Amersfoort die bleef staan. Er kwamen fysiek sterke jongens bij. En dan weet je dat ze op duel eerste bal spelen, tweede bal spelen. Nou, dan valt hij verkeerd bij de 3-1. Maar voor de rest zag je het team van, wij weten wat er van ons gevraagd wordt. We weten wat we moeten doen. Nou, en dan is dat helemaal prettig. En de ontlading is dan wel groot als Nigel de 4-1 maakt. Dat is niet zo moeilijk. Nee. We hebben vaak tegenover elkaar gestaan na wedstrijden en dan geconstateerd dat het best goed uitzag, dat de kansen er ook waren. Maar dat jullie jezelf vergaten te belonen, nu doe je dat wel. Hoe belangrijk is dat voor jou en voor je ploeg vooral? Nou, zeker in deze fase is dat heel erg belangrijk. En van tevoren hebben we natuurlijk naar Heerenveen gekeken. Dat is een ploeg met heel veel kwaliteit, individuele kwaliteiten, zeker voorin. Ook op middenveld, nou, daar hebben we het over gehad. Wij hebben ook kwaliteit, individuele kwaliteit. We willen graag die bal hebben, we willen graag voetballen. Alleen het komt er vandaag op aan. Wie is bereid om de vuile meters te maken? Wie is er bereid om de arbeid te verrichten? Duels te spelen en van daaruit te gaan voetballen? Nou, dat waren wij vanaf de eerste seconde. Ja, en dan is dat lekker. En dan zie je dat we ook goed kunnen voetballen. Dan kun je de ruimtes benutten. Ja, dat hebben we vandaag gedaan. En dan zie je dat we de tweede helft, ook de eerste helft, heel makkelijk op de been blijven. En dat, ja, dan zie je iets terug van de wilskracht die we in het begin van het seizoen gehad hebben. Bijvoorbeeld de wilskracht die we tegen Sparta gehad hebben. En dat hebben we dan te weinig als team kunnen brengen. En nu zeg je ook van, nou, AZ, dat moet geen incident zijn. Nou, dat hebben we vandaag doorgetrokken. En dat is zeker in deze fase heel erg belangrijk. En blijft het dicht bij elkaar staan, maar is het wel gewoon een lekkere constatering dat je nou gewoon voor even weer uit die gevarenzone bent? Nou, niet alleen dat, want daarvoor is het, heb je te weinig speling. Maar het gaat erom dat je weer een keer wint. Hè. 19 november, laatste overwinning. En dat is weer lekker dat je gewoon drie punten erbij krijgt. Dat je wint, dat je spirit goed is. We trainen hard, we moeten er veel voor doen. Je staat onder druk. En als je op deze manier onder druk staat en om deze wedstrijd kan spelen. Ik denk dat vanaf de eerste seconde tot en met de laatste seconde
heel de ploeg, ook de wisselspelers, de bank, de supporters, één ding wilden en dat was winnen. En dat was heel duidelijk. En we hadden één doel. En als je dan onder die druk op deze manier kan presteren, ja, dat is prima. Tot slot, Hichem Faik vroeg me of ik wilde doorgeven dat hij er morgen niet is bij het uitlopen, want hij moet naar de tandarts. Hij is morgen vrij en ik weet niet of hij een tandarts zover krijgt dat hij op zondag ook gaat werken. Maar misschien als ik je wint, dan zijn ze bereid om dat te doen. Maar nogmaals, Faik, die vergeet ik dan ook duel doorgaan. Ja, dat is de spirit die we moeten hebben. En dat is ook wat we graag willen uitstralen aan onze supporters. Want dat is zeker in deze fase het allerbelangrijkste. Jullie hebben goede tandartsverzekering bij Excelsior? Ja, ik hoef alleen maar naar onze borst te kijken op shirt wat er staat. Dus die verzekering die zit wel in orde, ja.